dit is het moment dat je weet dat het goed gaat komen. De filmbril is op. Het is tijd om de films te gaan bekijken. Zelfs met dit weer ga ik nog naar de film. Wie had het verwacht? Ik natuurlijk wel. Ja, eigenlijk is dat zo gek nog niet. Want Rotterdam, het is een echte filmstad. En ze blijven ook in de zomer steeds maar meer evenementen en dingen organiseren gerelateerd aan film. Ook Rova Filmclub. En daar ga ik vanavond heen. Het is georganiseerd en opgezet dit jaar door twee Rotterdammers. En ze hebben gezegd, we willen eigenlijk iedereen films laten maken, wie dan ook. Je hoeft niet per se een filmmaker te zijn, maakt niet uit hoe oud je bent, maakt niet uit of je uit Rotterdam komt of niet. Als je maar het leuk vindt om films te maken en als je dat wil laten zien aan Rotterdammers. Let's get started. We zijn begonnen aan internationaal media en entertainment management in Breda, aan de NATV. Daar zijn we afgestudeerd in 2016. Tijdens ons derde jaar kwamen we er wel achter van, eigenlijk willen we gewoon films maken. De eerste reden is dat wij gewoon zelf iets wilden maken, elke maand. Dus hadden we dit opgericht, maar we dachten misschien is het ook wel goed voor andere filmmakers die wij kennen of uit ons netwerk, om ook bezig te blijven de hele tijd. Om goed te worden in film maken, moet je het gewoon de hele tijd blijven doen. De diversiteit is heel erg groot hier. Ja. Dus dat er een martial arts film wordt laten zien, dat zie je echt nooit. Nee. En het brengt wel diversiteit eigenlijk. Ja. Dat er ook mensen zijn inderdaad dus zonder filmervaring. Ja. Het is heel laagdrempelig. Het is ook gezellig. Als je een paar keer komt, dan word je gewoon bij je naam aangesproken. Dus wat dat betreft is het een goed buurthuis. Nou, Rova Filmclub zit erop. Ik ben nu lekker thuis. En ik wil nog even zeggen dat ik het echt heel erg leuk vond. Ik heb echt heel erg veel geleerd vanavond. Ik denk dat ik er de volgende keer weer bij ben. En zoals de jongens zelf al zeiden, kom ook als je er niks mee hebt. Want het is gewoon heel erg interessant. En het is echt gezellig. Het is echt een clubje.